Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag u van harte welkom heten op deze prachtige moederdag. Waar we allemaal hebben mogen genieten van het mooie weer. We willen graag de avond beginnen met het luisteren naar Psalm 84. Wat hou ik van uw huis? Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers? Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw. Het onderwerp vanochtend was op weg naar de eindtijd. En vanavond zal broeder Loïs met ons hebben over hemelvaart. Ik vroeg vanmiddag aan Elias van wat is nou hemelsvaart? En hij is 8, 9, dus mag je wel verwachten dat hij het weet. Toen zei toen ging Jezus op een wolk naar de hemel. Dus ik denk, vanochtend kwam het even te sprake dat Jezus zal terugkomen op een wolk. Maar ik denk dat wij ook, zoals Elias dat zegt, mogen toeleven naar het moment dat Jezus naar de hemel ging en een plek voor ons ging maken daar zo. Laten we een zegen vragen over deze dienst. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we hier vanavond bij elkaar mogen komen, Heer. Dat we zowel hier aanwezig als ook via de livestream mogen kijken en luisteren, Heer, naar broeder Loïs. Wilt u hem zegenen, Heer? Wilt u de dienst zegenen? Wilt u maken dat we geraakt mogen worden, Heer, door u? Wilt u ons kracht geven voor de komende week, Heer, dat we mogen klaar zijn voor uw werk. Dat bid ik u om Jezus wil. Amen. Het volgende lied waar we naar zullen luisteren is Heer, ik prijs uw grote naam. Thank you.
dan zal David-Jan nu de mededelingen met ons delen. Goedenavond. Hopelijk heeft u ook zo lekker genoten van het heerlijke weer deze middag. Fijn dat we ook weer bij elkaar mogen zijn. Ik mag aan u de mededelingen doorgeven. En voor de zieken willen we even de volgende tekst ter bemoediging. Jesaja 26, vers 3 en 4. De standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op hem. Want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. Nog twee algemene mededelingen over aankomende donderdag, Hemelvaartsdag. Nou, bijna zoals andere jaren willen we dat ook dit jaar doen. Hemelvaart vieren door middel van een ontbijt, een kindermoment en een korte overdenking. En in verband met het corona en afhankelijk van het weer proberen we zoveel mogelijk buiten te zijn. Daarom kan een extra trui voor deze dag wel eens een wijs besluit zijn. We beginnen om 9:30 en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 11:00. Voor hen die niet in de gelegenheid zijn hierbij te zijn, de overdenking wordt uitgezonden om 10:00 via de livestream. En heb ik nog een mededeling over het mannenbijeenkomst op vrijdag 11 juni, dus ongeveer over een maand. Dan is er weer een mannenbijeenkomst gepland. Nou, reserveer deze datum alvast in uw agenda, mannen. Het plan is om een vuurkorfavond te hebben. Aanvang 5:00, het onderwerp van de overdenking, de man in Gods ogen. Nou, voor verdere informatie wat betreft locatie en aanmelding kunt u in de nieuwsbrief van morgen lezen. De collecte van deze dag is bestemd voor het werk van de gemeente. Zullen we voor deze dienst en voor de gemeente bidden? Vader, als wij onze ogen sluiten en ons op u richten, Heer, dan zijn we maar klein. Heer, dan zijn we, Heer, schepselen van u. Heer, en dan willen we u danken dat we bij u mogen komen, Vader. Heer, dank u wel dat we vanuit uw genade, vanuit uw liefde voor ons, Heer, bij u mogen komen. Deze avond ook weer. Heer, ieder moment, omdat we mogen weten, Heer, wat uw Zoon heeft gedaan voor ons. Dank u wel, Heer, dat u ons gerechtvaardigd heeft. Dank u wel, Heer, dat we daarin in vrijheid naar u toe mogen gaan als uw eigen kinderen, Heer. Heer, dank u wel voor broeders en zusters, dank u wel voor de gemeente. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u dat heeft gegeven aan ons. Heer, ter bemoediging, dat we met elkaar u mogen zoeken en over u mogen leren. Ik wil u danken voor deze dienst. Wilt u ook broeder het Lohuis, Heer, ook zegenen, Heer, wilt u hem leiden. Heer, door uw geest, Heer, dat hij ook uw woord mag uitleggen, Heer. Dat we weer een stukje van u mogen leren kennen. Heer, wil u danken dat we dat in vrijheid mogen doen. Heer, dat we als in vrijheid nog u zo mogen beleiden in ons leven. Heer, als gemeente. Heer, wil u danken, Heer, voor deze middag, voor de 18-plus, Heer, dat we bij elkaar mochten komen. Dank u wel, Vader, dat we dat ook in vrijheid mochten doen, dat het ook goed mocht zijn. Heer, dank u wel. We zijn u dankbaar voor zoveel, Heer, in ons leven. Heer, wil u bidden voor de zieken, Heer, die het dag in dag uit moeilijk hebben, Heer, zwaar hebben. We willen u bidden of u hen ook wil bemoedigen, Heer. Of u hen ook wil laten zien dat u bij ze bent. Vader, open zo ook hun ogen, dat ze mogen zien, Heer, wat u voor hen heeft gedaan. Dat u dagelijks ook de kracht bent, Heer, waar we allemaal uit mogen leven. Heer, dat dat onze motivatie is, Heer, om iedere dag weer te doen wat we mogen doen, Heer. Vader, we willen u prijzen, Heer, dat u hoog verheven bent. Heer, dat u de grote koning bent, Heer, waar we naar uitzien dat u zal regeren. Vader, dan zal alles goed zijn, Heer, dan zullen we u nog meer mogen leren kennen. We zien eruit naar dat moment.
Heer, wil u bidden voor het zendingswerk ook van de gemeente. Wilt u dat ook zegenen? Wilt u het zegenen, Heer, dat het ook mag groeien, Heer, dat het mag vrucht mag dragen? Heer, en zo ook, wat we als gemeente hier doen, Heer, proberen. En willen u eren, Heer, weer. Vader, dank u wel dat we dat zo ook mogen doen. Zullen we u bidden, Heer, in Jezus' naam. Amen. Dankjewel, David-Jan. We zullen samen nog naar een tweetal nummers luisteren voordat ons kan zal zegenen met Gods woord. Het eerste is Daar ruist langs de wolken en daarna Heer, u bent altijd bij mij.
het woord aan u overdragen. Goedenavond. Fijn om hier te zijn. Fijn om weer samen te zijn in beperkte mate, maar toch fijn om weer in de kerk te zitten met elkaar. En ook natuurlijk welkom aan degene die via livestream op dit moment de dienst ook bijwonen of misschien ook later deze dienst zullen kijken. We willen met elkaar nadenken over de hemelvaart van de Heer Jezus, omdat het aanstaande donderdag natuurlijk hemelvaartsdag is. En ik wil eigenlijk een paar teksten met u bekijken en vooral zullen we zo meteen kijken naar een langer gedeelte uit Efeze 2. Maar laten we eerst enkele andere teksten bekijken. En de eerste is uit Daniël hoofdstuk 7. Want ik moest ook aan deze tekst denken met het oog op de hemelvaart. Want volgens mij gaat dit ook over de hemelvaart. Daniël hoofdstuk 7 vanaf vers 13 en 14. En dan zien we ook dat de hemelvaart ook betekent dat Jezus alle macht heeft gekregen. En we lezen ook aan het einde van het Matthäus-evangelie dat Jezus heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Daniël 7, vers 13. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. Dus dit is niet de wederkomst van de Heer Jezus als hij van de hemel weer naar de aarde zal komen. Maar dit is als hij naar de Heere God, naar de Vader toe gaat. Hij kwam tot de oude van dagen. Men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Alle volken, natie en talen moeten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Dus dit gaat over de hemelvaart. De Heer Jezus heeft de heerschappij gekregen en het is een eeuwige heerschappij. Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Jezus Christus is Heer. Dat is ook wat de hemelvaart betekent, dat wij met elkaar belijden: Jezus Christus is Heer. En het wordt mij steeds duidelijker dat zoveel van wat wij lezen in het Nieuwe Testament, in de evangeliën en de rest van het Nieuwe Testament, dat het ook gegrond is in de Tenach, in de wet en de profeet, in wat wij het Oude Testament noemen. En als Paulus dan in zijn brieven inderdaad ook schrijft, wat ook in een van deze liederen naar voren kwam, dat uiteindelijk elke knie voor hem zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. De Heer heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven alle naam. Dan denk ik dat Paulus wellicht ook op grond van dit vers alle volken, natie en talen moeten hem vereren, dat hij dat heeft geschreven. Dus zo zien we hoe dat allemaal ook prachtig bij elkaar past. Uiteindelijk zal iedereen erkennen dat Jezus Christus Heer is. En het mag ons vanavond ook bemoedigen dat in een wereld waarin zoveel gebeurt, in een wereld waarin de volkeren tekeer gaan ook, waarin machthebbers komen en gaan, waarin koninkrijken komen en gaan, waarin 100 jaar geleden nog Engeland de superpower was, en zo'n beetje sinds de Tweede Wereldoorlog Amerika de superpower is. Misschien dat over 30 jaar inmiddels China wel de superpower in deze wereld is. En zo gaat het elke keer weer dat er veranderingen komen en dat de macht onder de mensen, de politieke macht weer verschuift. Maar wij weten in dit alles dat er maar één is die de macht heeft voor altijd en altijd en die ook de komende koning in deze wereld is. En dat is Jezus Christus. Dat is wat wij belijden. En dat is wat wij geloven op grond van Gods betrouwbare woord. Jezus is Heer. Jezus is koning. Lucas hoofdstuk 24. Lucas hoofdstuk 24. Het einde vanaf vers 50. Dat gaat natuurlijk over de hemelvaart. Lucas 24 vers 50. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. Een stuk heel bekend gedeelte, wordt vaak gelezen natuurlijk op Hemelvaartsdag. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen.
En ik vind het een prachtig gebeuren, wat we ook als een beeld voor ogen mogen houden. Dat de Heer Jezus zijn handen ophief en hen zegende. En dat is ook wat een voorganger in het dienst doet aan het einde van de dienst. Dat we onze handen omhoog doen en dat we een zegen uitspreken. En zo deed de Heer Jezus dat ook. Hij zegende hen door goede woorden over hen uit te spreken. En hij scheidde zich van hen. Hij werd opgenomen in de hemel. Terwijl hij hen zegende. Dat vind ik zo'n mooi beeld. Jezus ging al zegenend naar de hemel. En misschien dat we wel kunnen zeggen dat zijn zegenende uitgestrekte handen blijvend over ons zijn. Hij blijft ons maar zegenen. En hij is gekomen voor ons in deze wereld als vriend van zondaars, om onze zonde te dragen aan het kruis. En hij stond op uit de dood en hij is degene geworden die ons zegent. Wij roemen in zijn heerschappij, Daniel 7. Maar dit is het tweede wat ik naar voren wil brengen met het oog op de hemelvaart. Dat die zegen die duurt voort. En zo is de Heer Jezus. Hij is niet gekomen om ons te veroordelen. Hij is niet gekomen om ons af te wijzen. Maar hij is gekomen om ons te zegenen. Hij is ook voor jou, voor u gekomen in deze wereld om je te zegenen. En dat is wat de hemelvaart ook betekent. Al zegenend heeft hij zich van hen verwijderd en werd hij opgenomen in de hemel. En daarom werden ze ook vervuld met grote blijdschap. Ze werden vervuld met grote blijdschap. En die zegenende handen van Jezus over ons, die hij over ons uitstrekt vanuit zijn positie van hemelse heerlijkheid, vanuit zijn positie van alle macht. Hè? Het idee, wij worden gezegend door degene die alle macht heeft. Wij worden gezegend door de koning der eeuwen. Wij worden gezegend door de Zoon van God, de gezalfde, de Messias, de Christus, die komen gaat ook in deze wereld, die ook de komende koning is. Wij mogen leven onder de zegenende handen van de Heere God, van God de Zoon, van Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij worden gezegend in hem. En dat is waarom we ons kunnen verblijden. Ook wij mogen vanaf vanavond onze weg vervolgen met grote blijdschap en voortdurend hem loven en danken voor die zegen. Nou, die zegen komt ook naar voren in Efeze 1. Ik wil nog één tekst met u lezen voordat ik een wat langer gedeelte met u ga lezen. Efeze hoofdstuk 1, daar komen we dat ook tegen, vers 3. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wij zijn in Christus gezegend in de hemelse gewesten. Dus wij zijn in de Heer Jezus al in de hemel geplaatst. Dat zullen we zo meteen ook lezen in Efeze 2, vers 6. Hij heeft ons met hem in de hemelse gewesten gezet. We zijn gezet in de hemelse gewesten. We zijn gezegend in Christus in de hemelse gewesten. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het hemelleven voor ons al begonnen is. Het leven in de hemel is in zekere zin al voor ons begonnen. Jezus zei ook dat we nu al eeuwig leven hebben. Wij hebben nu al eeuwig leven. We zijn nu al in Christus en met hem ook, in zekere zin, zijn we met hem geplaatst in de hemel. Ik heb daar een keer een beeld van gehoord, wat mij wel echt geholpen heeft om dat te begrijpen. En dat komt van dominee Arie van der Veer. En hij had het over een metro. Nu heb ik toevallig afgelopen week, ik ben de hele midweek in Amsterdam geweest. Ik ben wat meer in Amsterdam de laatste tijd. En ik heb diverse keren in de metro gezeten. Als je op het Centraal Station van Amsterdam de metro neemt, dan ben je onder de grond. Je moet eerst naar beneden. Boven is het Centraal Station voor de treinen, maar je kan ook naar de metro. Dan ben je onder de grond. Dan ga je in die metro zitten, dan heb je een aantal stations dat die nog steeds onder de grond is. Maar als je iets verder uit de stad komt, dan gaat die metro gewoon boven de grond. In één keer rijdt die metro dan boven de grond. En ik had geparkeerd bij de arena, dus daar is alles allemaal boven de grond. Bij de arena stap je boven de grond in. Toen zei dominee Arie van der Veer, er is een moment dat die metro, dat eventjes voor het gemak, de locomotief
Die is er nu niet, maar stel dat er een locomotief voor die metro is. Die locomotief is al boven. Maar de treinwagons die daarachter zitten, die zijn nog beneden. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die treinwagons die achter die locomotief aankomen, dat die eigenlijk ook al boven zijn. Want het is slechts een kwestie van tijd voordat die wagons die erachter aankomen ook boven de grond zijn. En dat gebruikte dominee Arie van der Veer als een beeld van het met Christus in de hemelse gewesten zijn geplaatst. Hij is daar al. Hij is al op die manier verheerlijkt. Hij heeft die positie van overwinning. En wij zijn in hem en wij zijn nog niet letterlijk en werkelijk in de hemel. Straks, als we sterven, zullen we bij hem in de hemel zijn. Maar beter gezegd nog, als hij terug gaat komen, dan zullen wij ook een verheerlijk lichaam hebben. Zoals hij dat nu al heeft. Zijn lichaam is al verheerlijkt. Als hij gaat komen, zal ons lichaam ook verheerlijkt worden. Maar wij zijn nu al, omdat dat zo zeker is dat dat gaat gebeuren, net als dat zo zeker is dat die wagons daarna ook boven de grond zullen zijn, kunnen we zeggen, we zijn al gezegend in Christus Jezus met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten. We hebben die zegen al ontvangen. Daarom zegt Paulus in Romeinen 8 ook, die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. En dan gebruikt hij de voltooid verleden tijd, waarmee hij niet bedoelt dat onze huidige toestand al helemaal de toestand van verheerlijking is, zoals die voor altijd zal blijven natuurlijk. Nee, we zijn nog niet letterlijk en werkelijk en volledig verheerlijkt, maar onze toekomstige verheerlijking is zo zeker dat Paulus daar al de voltooid verleden tijd gebruikt om tegen ons als gelovigen in Christus te zeggen, je bent al verheerlijkt. Je bent al verheerlijkt in de Heer Jezus. En nou het langere gedeelte, en dat is Efeze 2 vers 1 tot en met 10, wil ik graag met u lezen. Efeze 2 vers 1 tot en met 10. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Want zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En wat ik eigenlijk nu verder met u zou willen doen, is, als Paulus het heeft over allerlei geestelijke zegen die wij in Christus Jezus hebben ontvangen, dat ik wil proberen een aantal van die geestelijke zegen, zoals Paulus die verder uit, verder noemt in zijn brief, in dit gedeelte uit hoofdstuk 2, om die te benoemen, zodat we daar ook door bemoedigd zullen worden vanavond. En wat zijn dan die geestelijke zegen waarmee wij gezegend zijn in de Heer? Waarom kunnen wij zeggen, het hemelleven is al begonnen? Waarom kunnen wij zeggen, we hebben nu al deel aan het eeuwige leven? En ik noem een paar dingen. Nou, Paulus, weet je, eigenlijk is Efeze 2 vers 1 tot en met 10 is een heel krachtig gedeelte dat het evangelie zelf eigenlijk heel duidelijk uit de doeken doet. De boodschap van zonde en genade. En wat zegt Paulus? De eerste drie versen gaan over de toestand van de mens voordat iemand tot Christus is gekomen. Je zou kunnen zeggen de toestand van de natuurlijke mens. En Paulus brengt eigenlijk eerst
slecht nieuws. Maar ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij is realistisch. Hij is realistisch ten aanzien van de slechte toestand waarin de mens is terechtgekomen als gevolg van de zonde. En hij zegt eigenlijk drie dingen over de natuurlijke mens. Het eerste is de dood. We zijn dood. Het tweede is, we zijn verslaafd. En het derde is, wij verdienen het oordeel. Het eerste is dood. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Om de geestelijke zegen te begrijpen die wij in Christus hebben ontvangen, moeten we ook begrijpen waar we vandaan komen. En u en ik, wij komen allemaal uit een toestand van geestelijke dood. De Bijbel zegt dat de Heere tegen Adam en Eva zei, als jullie daarvan eten, zullen jullie sterven. Dat was in de eerste plaats geestelijke dood, dat ze van God gescheiden zouden raken. Dat er niet meer die relatie met God zou zijn die er daarvoor wel was. Het zijn uw zonden die scheiding brengen tussen u en uw God. Het is door de scheiding van de Heere God dat de mens in een toestand van geestelijke dood is gekomen. En de lichamelijke dood is een bewijs van die geestelijke dood. Het feit dat ieder mens sterft, ieder mens is sterfelijk geworden, is een bewijs van het feit dat de mens heeft gezondigd, dat we allemaal zondaars zijn. En is ook een uiting van onze geestelijke dood. Wij waren dood door overtredingen en zonden. De ziel die zondigt, die zal sterven. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Zonde heeft altijd een dodende werking. Als mensen zich overgeven aan zonde, dan sterven ze keer op keer. En ze gaan steeds meer geestelijk gezien dood. Het hart wordt steeds killer. Het hart wordt steeds kouder. De mens heeft een stenen hart gekregen vanwege de zonde. En een stenen hart is een hart dat niet leeft. Een hart van steen, een hart dat niet lief heeft. Een hart dat God niet verlangt, niet naar God verlangt. Een hart dat niet voor God leeft en hem niet aanbidt. De mens is levend dood geworden, zegt de Bijbel. Dat stenen hart is daar een krachtig beeld van. Een hart van steen. Mensen kunnen keihard zijn. Mensen kunnen zo liefdeloos zijn, zo ongevoelig. Het geweten kan zo verschroeid zijn geraakt. Een toestand van geestelijke dood. En dat is niet alleen maar beeldspraak. Het is echt niet alleen maar beeldspraak. Ik denk dat het werkelijk zo is. Dat is wezenlijk iets. Het is een wezenlijke toestand van de mens. Maar wij waren dood door overtredingen en zonden. Vers 5. Toen wij dood waren door de overtredingen, zijn wij met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u behouden. Dat is de eerste zegen in Christus, vanuit Efeze 2. We waren dood, maar we zijn levend gemaakt. En Paulus linkt dat aan de opstanding van Jezus. Met Christus zijn wij opgewekt uit de dood. De wedergeboorte heeft er alles mee te maken. Wij kunnen opnieuw geboren worden, omdat Jezus Christus opstond uit de dood. En we krijgen een nieuw leven. Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En het hart van steen wordt uit de mens weggenomen, Ezechiël 36. En de Heere God geeft een hart van vlees daarvoor in de plaats. Een hart dat wel leeft. Een hart dat wel lief heeft. Een hart dat wel wil gehoorzamen. Een hart dat wel hem wil aanbidden en erkennen. Een hart dat voor hem klopt, zou je kunnen zeggen. En dat is de geestelijke zegen die we hebben gekregen. Dat er nieuw leven is gekomen, omdat je God hebt leren kennen. En we zijn uit de dood opgewekt. Dit laat ons ook echt het zien wat genade is. Hè? Want genade betekent namelijk dat we het zelf niet kunnen. Nou, als je dood bent, kan je jezelf niet levend maken. Net zo goed als je blind bent, kan je jezelf niet ziende maken. Maar dit beeld spreekt heel krachtig. Je wordt opnieuw geboren en dat is een werk van God. Want hij alleen kan dode zondaren levend maken. Daarom staat er ook, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Het is genade. Ik was blind, maar hij heeft me ziende gemaakt. Ik was dood, maar nu ben ik levend. Levend met Christus. Het nieuwe leven is aangevangen. Tweede wat Paulus zegt,
over de mens buiten de genade. Vers 2 en vers 3. En ik zou dat willen samenvatten met verslaafd. Ieder van ons heeft gewandeld overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. De mens is verslaafd aan de wereld. Met de wereld wordt bedoeld de mensheid die met God niet rekent. Ook verslaafd aan Satan, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Daar bedoelt hij Satan of de duivel mee. De aanvoerder van de macht in de lucht, de vorst van deze wereld, de prins van deze wereld wordt hij ook genoemd. En hij is werkzaam in kinderen van ongehoorzaamheid. Paulus zegt hier heel duidelijk dat Satan werkt in het leven van mensen die God ongehoorzaam zijn. Er is dus een link met het gedrag van de mens en het werk van de boze. En wij allemaal komen daar vandaan. Wij allemaal, zegt Paulus hier, we waren niet alleen dood, we waren ook verslaafd. We waren gebonden. We waren in de macht van de duisternis. Daarom zegt hij ook tegen de Colossenzen: hij heeft u verlost uit de macht van de duisternis en u overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus er is ook een geestelijke strijd gaande om de ziel van de mens, om het hart van de mens. En Satan is een mensenmoorder. En hij is een dief. En hij komt om te stelen. En hij is werkzaam in deze wereld. Ook Satan, wat de Bijbel zegt over de duivel, is geen beeldspraak. Het is goed als dit die toestand van geestelijke dood niet beeldspraak is, maar werkelijkheid. Is ook de werking van de boze geen beeldspraak, maar werkelijkheid. En wij komen er allemaal vandaan. En ten derde, we waren ook verslaafd aan het vlees. Onder wie ook wij alle, vers 3, voorheen, verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Dus een slaaf van deze wereld, van het wereldse systeem. Een slaaf van de duivel. Een slaaf van de zondige natuur, van het vlees. Maar ook daar schrijft Paulus, zegt hij tegenover, we zijn met hem opgewekt. Ook daar plaatst hij in feite de opwekking van Jezus uit de dood tegenover. Dat door de opwekking van Jezus uit de dood, door zijn opstanding en door zijn kruisdood natuurlijk, dat Satan de kop is vermorzeld. Genesis 3, wat is het, vers 15 geloof ik, de eerste aankondiging van het evangelie. Hij zal u de kop vermorzelen. Jezus heeft Satan de kop vermorzeld. Hij heeft de overheden en de machten in de hemelse gewesten heeft hij ontwapend. En hij heeft hun de wapens uit handen genomen. Hij heeft Satan overwonnen door het werk wat hij gedaan heeft. En ook wij worden bevrijd uit de klauwen van de boze. En uit de klauwen van deze wereld. En door de Heilige Geest worden we ook bevrijd van de overheersende macht van het vlees. En dat is ook een zegen die we hebben in Christus Jezus, in de hemelse gewesten. Jezus zei, iedereen die de zonde doet is een slaaf van de zonde, maar wie de Zoon heeft vrijgemaakt zal werkelijk vrij zijn. Dat hoort bij de hemelvaart, bij zijn overwinning. Ik heb vanmorgen gesproken op Urk over hoe wij veranderen. Ik was gevraagd om over Romeinen 8 te spreken. We zijn zo rijk gezegend vanmorgen vanuit dat tekstgedeelte. We werden zo bemoedigd toen we gewoon die dingen, ik bracht die dingen allemaal naar voren. En ik werd zelf daardoor bemoedigd en het werd zo duidelijk dat door de inwoning van de Heilige Geest, dat wij veranderen. Er is hoop voor iedereen. Er is hoop voor iedereen. En iedereen heeft te maken met die macht van de zonde, met dat slaaf zijn. Maar Jezus is veel sterker dan de macht van de zonde. En zijn geest in ons maakt dat wij anders gaan denken, de gezindheid van de geest. Het is een werk van genade. Jezus heeft door voor ons te leven op aarde, heeft hij koning Satan van de troon gestoten. Hij heeft ook de zonde overwonnen. Hij heeft koning zonde de nekslag toegediend. En God verandert ons. Dat heeft alles te maken met de overwinning van Jezus. Wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Here. Dus je bent niet meer een slaaf van de zonde. Je bent in een hele andere toestand terechtgekomen. Je hebt een andere positie gekregen in Christus. Je bent in Christus positioneel niet meer een slaaf van de zonde. En daarom kun je ook een ander leven gaan leiden. Dat is wat in dit gedeelte ook naar voren komt. Ook dat is een zegen die wij hebben in Christus Jezus.
En het derde, dus het eerste is dood, het tweede is verslaafd. Het derde is onder het oordeel, het einde van vers 3. Van nature kinderen des torens. Van nature kinderen des torens. Ja, dat wil zeggen dat wij onder het oordeel liggen, niet omdat wij zelf de eerste zonde hebben begaan. Wij worden niet zondeloos geboren zoals Adam en Eva waren voor de zondeval. En dat wij allemaal zo'nzelfde val meemaken als Adam en Eva hebben begaan. En dat we dan onder het oordeel komen. Nee, van nature zijn we onder het oordeel. Ik denk dat het hele leerstuk van de erfzonde, dat ergens onder druk staat. Niet zo populair misschien in sommige christelijke kringen. Zeker niet in welvaartskringen of in ultra-charismatische kringen. Maar het is toch echt wat hier staat. Van nature onder het oordeel. Paulus zegt in Romeinen 3, de mens is strafwaardig. De mens is doemwaardig, staat er in de herziene Statenvertaling. Wij verdienen het oordeel. Van nature een kind des toorns, maar hij heeft ons niet alleen met hem opgewekt uit de dood om ons levend te maken en om ons te bevrijden van onze verslavingen, maar hij heeft ons ook een positie gegeven in de hemelse gewesten. Johannes Calvijn heeft op grond van dit gedeelte gezegd, hij heeft ons verhoogd van de diepste hel tot in de hoogste hemel. In Christus Jezus. Tegenover die toestand van kind des toorns plaatst Paulus hier gezeten met Christus in de hemel. Je bent niet meer onder het oordeel. Vanmorgen ben ik begonnen met Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn in Christus al in de hemel. En wij delen in de positie die hij heeft gekregen. God ziet ons aan in zijn zoon. Geen veroordeling. Nooit meer straf. Nooit meer dat je zonde je toegerekend zullen worden. Je bent volkomen schuldvrij in Christus. Je bent rein in zijn ogen. Hij ziet jou en hij ziet iemand die nooit heeft gezondigd. Hij kijkt naar jou en hij kan geen enkele zonde ontdekken. Totaal geen zonde. En hij behandelt je ook als zodanig. Hij behandelt je als iemand die nooit heeft gezondigd. Want hij behandelt je zoals hij zijn geliefde zoon zou behandelen die nooit heeft gezondigd. Zijn zoon Jezus Christus heeft hem altijd behaagd. Heeft altijd zijn wil gedaan. Heeft altijd hem gehoorzaamd en heeft de wet vervuld. Hij was de mens, Jezus was de mens zoals God de mens heeft bedoeld. En van Jezus kon God de Vader zeggen, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen vind, in wie ik mijn vreugde vind. En wat is nou het evangelie, het goede nieuws? Dat is dat Christus onze plaats innam als de zondaar die gestraft moest worden. En dat wij de plaats krijgen die Jezus had als geliefde zoon van God, naar wie God kon kijken en in wie hij helemaal geen enkele zonde zag. En dat betekent dat wij die in Christus Jezus zijn, dat God zo naar ons kijkt. Je bent niet meer een kind van de toorn. Je bent niet meer onder het oordeel. Er is totaal geen veroordeling meer voor ons die in Christus Jezus zijn. We zijn met hem in de hemel geplaatst. De scheiding van God is weg. Geen scheiding meer van God. Geen afwezigheid meer van zijn aanwezigheid. Geen twijfel meer aan zijn liefde. Het is helemaal goed met ons die in Christus Jezus zijn. Dat is de betekenis van dat we met hem in de hemel zijn geplaatst. Het is zo rijk. Het is zo groots. Mijn woorden schieten enorm tekort om dit te beschrijven overeenkomstig de werkelijkheid die het is. En daarom heeft Paulus het ook over de overweldigende en de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Dood, maar nu levend gemaakt en levend tot in alle eeuwigheid. In de macht van de boze, in de macht van deze wereld en in de macht van ons vlees, maar nu met Christus opgewekt. En een nieuw leven is begonnen, een nieuwe schepping, vrijgemaakt door de Zoon. Vrijgemaakt om te veranderen. We zullen steeds meer veranderen door de werking van de Heilige Geest in ons. God is een goed werk in ons begonnen en gaat ermee door.
En we waren onder het oordeel, op weg naar de hel, doemwaardig. Maar nu, met Christus in de hemel, voor altijd. Niets zal ons ooit meer kunnen scheiden van de liefde van God. Geen enkele vorm van lijden, geen vervolging, geen tegenslagen, geen ziekte, geen benauwenissen, geen faillissement, geen vervolging van mensen, geen haat van mensen, geen onrecht, geen ongelukken, geen ziekte. Wat er ook kan gebeuren in ons leven, niets zal ons ooit meer kunnen scheiden van zijn liefde, want we zijn met Christus geplaatst in de hemelse gewesten. We hebben die positie in hem. Het is overweldigende en alles overtreffende rijkdom van zijn genade. En het is ook tot lof van zijn genade. We zijn zelfs voor de grondlegging van de wereld uitverkoren om in hem te zijn. En heilig en smetteloos voor hem te zijn in liefde. Efeze 1 vers 3, vers 4. Dat is wat de Bijbel hier leert. En het is genade en genade alleen. En nu zijn wij mensen geworden die goede werken gaan doen. We zijn niet uit werken gered, het einde van ons gedeelte. We zijn niet uit werken gered, niet op basis van goede werken gered. Maar we zijn wel voor goede werken gered. Dus niet door goede werken, maar wel voor goede werken. En als er dan gesproken wordt over goede werken die God van tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen, dan denk ik dat we dat niet al te subjectief moeten invullen. Zo van, ja, wat is dan Gods plan voor mijn leven? Wat zijn dan de werken die ik mag doen? En dat we hier of daar iets mogen gaan doen. Ik denk dat God ons ook daarin leidt. Maar volgens mij ligt de nadruk gewoon op het doen van de wil van God, zoals God het ook heeft geopenbaard in de wet. Dat wij dus, we worden niet door de wet behouden, maar we worden wel behouden om door de geest in ons overeenkomstig de wet te gaan leven. De goede werken die hij voor ons bereid heeft, dat is ook zoals Jezus in de bergrede de wet uitgelegd heeft. Jezus predikte de wet. Hij openbaarde Gods wil voor ons leven als volgelingen van hemzelf, als dienaren van de Heere God. Dat is wat God bereid heeft, dat wij daarin zouden gaan wandelen. En dit heeft allemaal te maken met de overwinning die Jezus heeft behaald. Jezus is overwinnaar. Dat is de betekenis van hemelvaart. Nou, ik rond af. Misschien om het om gewoon ja, het iets dichterbij te brengen, ook in de tijd waarin wij leven. Ik heb gemerkt, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar we zijn nu meer dan een jaar verder sinds het begonnen is met de pandemie. Het was al maart vorig jaar natuurlijk dat de eerste lockdown kwam. En wij hebben best een heel groot netwerk en we kennen best heel veel mensen. En ik meen te zien dat best veel mensen echt daaronder lijden. Nu, meer dan een jaar later, vrienden die wij kennen, mensen die wij kennen, we horen echt wel van mensen die problemen hebben gekregen, die het psychisch heel moeilijk hebben, mensen die depressief ervan zijn geworden, mensen die het helemaal zat zijn om zoveel thuis te werken. Weet je, het blijkt gewoon, we hebben elkaar nodig. Zoals we hier vanavond bij elkaar zitten, mens is een sociaal wezen. En als er zoveel wegvalt, wij kennen ook best wel mensen die dierbaren zijn verloren de laatste jaren, of het laatste jaar. En dan komt dit er nog eens overheen, weet je, dan komt corona er nog eens overheen. Veel eenzaamheid, veel burn-out, mensen die paniekaanvallen hebben, mensen die echt met angst te maken hebben, die in zekere zin ook helemaal overspannen raken van dit geïsoleerd zijn. En het is echt niet makkelijk. Het eist echt wel zijn tol. Maar dan is dit toch een geweldige bemoediging ook. Dat we hierbij bepaald mogen worden. Dat zelfs als wij dit soort dingen meemaken, en dit is slechts een voorbeeld, er kan natuurlijk van alles gebeuren in ons leven. Er gebeurt van alles waardoor we ons rot kunnen voelen. U heeft ook dingen meegemaakt waardoor u emotioneel door hele diepe dalen bent gegaan in het leven. En mijn vrouw en ik hebben regelmatig contact met mensen. En ik dank de Heer dat ze soms ons opzoeken en dat ze naar ons toekomen. En dat we met ze mogen praten. En weet je, het is echt niet altijd makkelijk. Mensen voelen zich soms heel erg slecht. Heel erg vermoeid kunnen mensen raken. En ik heb zelf ook echt wel moeilijke tijden meegemaakt. Ik ben ook aardig door dalen gegaan bij tijd en wijle. En ik zal ook nog wel door dalen heen gaan. En wij allemaal. Maar
We zijn altijd met Christus geplaatst in de hemelse gewesten. En hoe we ons ook voelen, dat doet daar niks aan af. Ik merk zo vaak dat als mensen zich dan zo rot voelen, dat ze denken, ja, nu doe ik het niet meer goed als christen. Ik kan niet meer bidden. Ik lees niet meer in mijn Bijbel. Ik hou geen stille tijd, want daar ben ik gewoon te moe voor. Of, weet je, ik zie anderen die zoveel doen voor anderen, maar ik kan dat helemaal niet op dit moment. En dan gaan mensen zich ook nog schuldig voelen. En dan gaan ze zichzelf op de kop geven en zichzelf beklagen. Maar we hebben zo de neiging om te denken dat wij het allemaal zo goed moeten doen. En dat wij het allemaal voor elkaar moeten krijgen. Dat we goede christenen moeten zijn. En dat we vooral heel toegewijd moeten zijn. Natuurlijk roept de Bijbel ons op om ons toe te wijden, et cetera. Maar we moeten vooral leren leven uit genade. Er zijn tijden geweest dat ik ook niet kon bidden. Ik heb wel eens in de auto gezeten en dat ik me zo rot voelde. Dat het enige wat ik tegen de Heer zei was, Heer, A, B, C, D, E, F, G. Ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Maar de Heer weet dat ook. De Geest pleit voor ons. Als wij niet weten wat we moeten bidden. De Geest pleit voor ons. Christus pleit voor ons. Hij was onze redder. Hij is onze redder. En hij zal altijd onze redder zijn. En zelfs als wij het subjectief gevoelsmatig helemaal kwijt zijn. Zelfs als wij denken dat er niks meer over is van onze liefde voor de Heer. Of onze toewijding. Of ons discipelschap. Of onze heiligheid. Dan nog is dit een feit. Met Christus in de hemel. En hij houdt ons vast. Ik heb de laatste tijd meerdere keren tegen broeders en zusters gezegd, ook als jij hem niet meer vasthoudt, ook als jij niet meer de puf hebt, de energie hebt, of de wil hebt om hem vast te houden, denk niet dat je dan zomaar verloren gaat, want hij houdt jou vast. Het is genade. En daar mag je uit leven. Het is je geschonken. En het wordt je nooit meer afgenomen. Dat is de betekenis van de hemelvaart. Hij blijft ons zegenen. Hij is zegenend is hij naar de hemel gegaan. En ook vanavond heft hij zijn handen op. En hij zegent ons hier en nu. En ook de rest van deze avond en in de nacht die voor ons ligt. Wij mogen altijd op de goede dagen, maar ook op de moeilijke dagen. En wat we ook nog zullen gaan meemaken. En ook als ons laatste uur gaat komen. Als we deze aardse tent gaan verlaten, mogen we weten dat hij altijd zijn zegenende handen over ons uitstrekt. En ons nooit meer los zal laten. Hij houdt ons vast vanuit zijn liefde, zijn genade en de zegen die hij ons voortdurend en tot in eeuwigheid geeft. Geprezen zij zijn naam. Amen. Amen. Laten we samen de Heer danken. Lieve Vader, wij komen tot U. We danken U dat we tot U onze toevlucht mogen nemen. We danken U voor de rijkdom van Uw woord. Voor de betekenis van de hemelvaart. Dank U, Heer, dat we naar U mogen kijken. Heer Jezus, we zien op U vanavond. U bent overwinnaar. En U heeft alle macht in de hemel en op de aarde. We belijden vanavond, Jezus Christus is Heere. Jezus is de Messias en de komende koning. We danken U, Heer, dat U zich over ons hebt ontfermd. We prijzen U voor de overweldigende rijkdom van Uw genade. We danken U dat we ons daar steeds meer bewust van mogen worden. We danken U dat U ons dat steeds meer laat zien. Dank U dat U vanavond ook ons zegent. En dat wij ook door Uw zegen in ons leven tot een zegen voor anderen mogen zijn. We bidden voor elkaar ook in deze tijd van pandemie, deze tijd van isolatie, tijd van dat we elkaar zo weinig kunnen ontmoeten. We bidden U dat het spoedig voorbij mag zijn. En we bidden dat U ons in het bijzonder in deze tijd, ook de broeders en de zusters van deze gemeente, dat U wilt zegen met al deze geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Heer, dat U wilt zegenen met een besef van die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat het besef, dat die realiteit diep tot de harten mag doordringen. En dat daarom ook deze gemeente, net als die eerste discipelen waar we over lezen in Lucas 24, dat ook deze gemeente met grote blijdschap verder zal gaan. Voortdurend U lovend en U dankend in Uw heiligdom. Heren, in het heiligdom van ons hart.
maar ook in het heiligdom van de gemeente. Zegen deze gemeente met die blijdschap en met die lofprijzing en met die dankzegging. In Jezus' naam. Amen. We gaan een laatste lied met elkaar zingen. Of ik bedoel, daar gaan we naar kijken. En dat is Ik heb geloofd en daarom zing ik. Ik denk dat we er weer naar gaan kijken. En dan zullen we ons stellen onder de zegen van de Heer. Zullen wij gaan staan en bidden om zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verhef zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. En mogen zo de genade van onze grote God en Heiland Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen totdat Jezus komt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen. Wel thuis allemaal. Tot de volgende keer. God zegen u.